Vitesse speelde zaterdagavond in het Gelredome verdienstelijk met 2-2 gelijk tegen Ajax. Wij spraken na afloop met doelman Remco Pasveer en trainer Leonie Sloetski. Remco Pasveer, 2-2, hoe kijk je hierop terug? Achteraf denk ik een mooi resultaat. Vooraf zou je er misschien voor tekenen, maar als je 2 keer voorsprong kon, dan wil je graag winnen. Ja, Ajax was de eerste helft iets sterker, maar de tweede helft hadden jullie de zaak goed onder controle. Nou, ik vond wel dat ze de tweede helft een paar grote kansen kregen. Dus dat was een beetje het nadeel. Maar wij hadden misschien zelf ook 2 kansjes kunnen benutten. Of beter mogelijkheden, moet ik meer zeggen. Om die 3-1 te maken. En dat hebben we niet gedaan. En dan, dat zou voor hun een doodsteek zijn. Maar helaas. Maar je hebt er ook verschillende knock-out kunnen roffelen. Gelukkig een paar keer belangrijk kunnen zijn voor de ploeg. En op het juiste moment daar stond. Dus daar ben je blij mee natuurlijk. Je hebt heel wat nieuwe spelers, dus het elftal moet nog een beetje groeien, denk ik, hè? Ja, het is weer een beetje inpassen van nieuwe spelers. Jongens die terugkomen van of lange tijd niet gespeeld hebben. Blessures. Dus die moeten weer ingepast worden en op topniveau komen. Daar zijn we nu mee bezig en dat zal een paar weken moeten duren. Hoe is het met je blessure? Is het helemaal opgelost? Je kunt alles? In principe kan ik alles, ja. Ik heb daar in principe geen last meer van. Heb je geen angst als je speelt? Nee, weinig. Nee, met wedstrijden gaat dat makkelijker dan met trainingen. Dan ben ik eigenlijk helemaal niks aan en is puur gefocust op datgene wat voor je gebeurt. Dus daar ben ik helemaal niet bang meer voor. 2-2, ja. 1 punt. Er had natuurlijk meer in gezeten, hè? Ja, nee, voor ons denk het wel. Als we iets rustiger hadden uitgespeeld, hadden we misschien 3-1 kunnen maken. Maar aan de andere kant moet je ook reëel zijn. Ze hebben een aantal goede mogelijkheden gehad in de tweede helft. Waarin ik gelukkig reddend kon optreden. Dan krijg je misschien een andere wedstrijd. Dus als je reëel bent en de wedstrijd bekijkt, denk ik dat je gelijk speelt. Dat het prima is voor ons. Het opent wel perspectief voor de competitie. Ja, natuurlijk. Nee, we zijn nu tegen Ajax en we zijn natuurlijk de underdog. Voor mij tellen de wedstrijden waarin wij de bovenliggende partijen zouden moeten zijn. Die tellen voor mij zwaarder, want dan moeten we het laten zien. Dan moeten we domineren, moeten we aanvallend voetbal durven te spelen. En laten zien dat we de baas zijn. En die wedstrijden zijn, daar kan je meer zien wat een team kan en wat het wil. Dus dat is even afwachten. What kind of match was it? It was a very exciting game. I think each supporter satisfied what and quality of the game and results because we created chances. We tried to use each possibility for counter-attack, for position attack. Of course, very difficult to play clean sheet against Ajax. Nobody in the world can play a clean sheet against Ajax. But to be honest, I'm satisfied and quality of the game and final results and I can say thank you for our supporters and for my players for game today because everyone tried to do the best performance today. You didn't expect before this game? Of course, very difficult to expect, especially before the game, positive results. But in any case, we spoke about we have to play in very enjoyable football, playing football, try to use each opportunity for counter-attack or position attack. And we played really well, and I think we deserve this result. You are satisfied and happy today? Yes, today I'm satisfied and happy, but only with 1 point, you deserve more. No, it's a very difficult question because also Ajax created a lot of chances in the last minutes. We played -1 player. In any case, draw against Ajax, which is a great start of a season.